Bram. Hallo. Morgen is gezondheidsdag, hè? Ja. En gezondheid, wat voor type gezondheid heb je eigenlijk? Ja, voor mij fysieke en psychische gezondheid. Ja? Ja. En wat is psychische gezondheid? Dat je gelukkig bent. Dus ook een beetje emotioneel als gezondheid misschien? Ja. En dat je sterk genoeg bent om voor jezelf te zorgen, ook op een fysieke manier. Dus dat, ik denk dat dat belangrijk is. Ja. Nice. Therese, wat is voor jou gezondheid? Voor mij is gezondheid lekker in je vel zitten en eigenlijk gewoon rust voor jezelf, regelmaat, reinheid. Eigenlijk 3 standaardregels. Ja, en ontspanning, dat is rust misschien. Ja, ja. Valt onder rust. Want als we hier kijken, voor mij is gezondheid ook dat je je ding kan doen. En als ik hier kijk, want morgen is gezondheidsdag Blokhoeve. En we hebben een heleboel ideeën verzameld van mensen die in de loop van de maanden langs zijn gekomen. Ideeën voor Blokhoeve in deze mindmaps. En die hebben we hier. Dat hangen in de muur van Middelhoeve 53. Dat zijn de ideeën uitgewerkt. En hier morgen hopen we ook dat mensen hun ideeën over de wijk ook daar willen neerzetten. Met wie ze het willen doen en hoe ze het willen doen. En als je daar verder op detail in wil gaan, hoe je je ding wil doen, hebben we daarachter een tafel met een spel om echt goed uit te werken hoe je dat idee tot stand kan brengen. En Bram, wat is dit voor ding? Dat is badminton. Wat zeg je, badminton? Badminton. Was dat niet een idee van een van de bewoners ook, hè? Ja. Ja. Dus dit is een net. En dit is spontaan groeiend gras. In de casco? Ja. En hier gaan we morgen badmintonnen? Wat zeg je? Hier gaan we morgen badmintonnen. Ja, sowieso. Met kinderen. En mag ik ook badmintonnen? Ja, natuurlijk mag je badmintonnen. Ja, gelukkig. Over kinderen gesproken. Therese, wat is dit? Hier? Dat is een hoek voor kinderen waar ze spelletjes kunnen spelen. We hebben Twister. En voor de rest een tent waar ze lekker in kunnen spelen. Monopoly, boekjes dat ze kunnen lezen, een poppenhuis. Ja, robotjes. Yes. Dus dat is eigenlijk ontspanning voor de kinderen. En daar mogen ook grote mensen meedoen. Want dat is ook gezondheid. Gezondheid is eigenlijk ook dat je je expressie vindt, dat je je manier van uiten vindt. En hier op deze tafel is er morgen tussen 12 en 2 tekenen voor ouderen en stoelmassage. Stoelyoga, pardon. Want je kan ook, als je wat ouder bent en je hebt een stoel ter beschikking, je bent niet goed te benen, dan kan je op een stoel ook gewoon yoga doen. Dus dat gaan we morgen ook doen. Dus we hebben fysieke gezondheid met badminton hier. We gaan ook met iedereen die wil en de kids, gaan we buiten. Gaan we op de atletiekbaan gaan we wat dingen doen, wat spelletjes doen, wat races doen. We hebben hier een spelhoekje voor de volwassenen en de kinderen als ze willen. Een beetje sjoelen, maar ook memory. Je kan hier, als je je leven een beetje in de knoop zit, kan je het hier uit de knoop halen. En dan hebben we hier een hoekje met nog meer tekenen en schilderen. Dan gaan de kinderen en nogmaals, de wat oudere kinderen kunnen hier ideeën over gezondheid gaan tekenen en daar ophangen. We hebben hier een fotobooth. Want we willen al deze gezelligheid en de bewoners van Blokhoeve en omstreken willen we ook inlijsten. Dat ook te zien is wie wat waar doet. En dit is wat we allemaal kunnen doen op Middelhoeve 53, het lege pand van Blokhoeve. En iedereen is morgen bijzonder welkom tussen 12 en 5 om verschillende vormen van gezondheid met ons mee te maken. Neem wat warme kleding aan als je buiten ook wel lekker wil ravotten met ons. Tot morgen!